Ik heb ingewijden bij BMW horen zeggen dat de BMW 6 GT er speciaal is gekomen voor werkgevers die iets moois willen, maar aan hun personeel niet willen laten zien dat ze de allerduurste BMW hebben gekocht. Zo gaat dat dus in dat deel van de markt. Rijdt jouw baas nou zo'n grote vierdeurs coupé, Gert's BMW of deze Audi A7 Sportback? Laat je dan niets wijsmaken, want het is niets meer of minder dan het vlaggenschip van het modellengamma in een ander jasje. De vraag is alleen, moet je nou als CEO zo'n ander jasje in je kast willen hebben hangen? Maar als ik het goed begrijp, dan rij jij dus eigenlijk rond in een Audi A8 en ik in een BMW 7-serie, toch? Ja, de auto's hebben dezelfde bodemgroep. Ja, daar komt het dus wel op neer. Alleen het rare vind ik nou, wat kost een Audi A8? Vanaf 111.270 euro. Ruim 111.000 euro, hè? En deze A7? Die kost 73.420 euro. Ja, dat is toch gek, hè? Want een gat daartussen zit. Bij mij hetzelfde verhaal, hè? Een BMW 7-serie kost 110.995 euro. Deze 6 GT komt op 72.992 euro. Dat is toch bijzonder? Ja, nou, je hebt sowieso een bijzondere auto meegenomen. Want je had bij BMW eerst de 5 GT. Ja. Die is er niet meer. En dan had je nog twee verschillende soorten 6-series. Ja. Die zijn er ook niet meer. Nee. En deze auto moet zeg maar drie modellen in één zijn. Maar ja, laten we wel wezen. Hij heeft in ieder geval nog een fatsoenlijk formaatje nieren. Want de BMW 7-serie... Ja, oh, die nieuwe serie. Gerard Joling zou zeggen, het is toch om te nieren. Hè? Om te nieren. Wat kost jouw testauto en wat heb je bij je? Mijn testauto? Wat wil je het eerst weten? Wat heb je bij je? Ik heb bij me een vierwiel aangedreven A7 Sportback 50 TDI. Met daarop onder meer van de optielijst 21 inch wielen. Wauw. Akoestisch glas. Een driezits achterbank, want geloof het of niet, twee zitplaatsen zijn standaard. Voor een derde zitplaats moet je bijbetalen. En een hele dikke stereo. Bij elkaar 144.757 euro. Wauw. Ik heb bij me een BMW 640D GT X-Drive, dus vierwielaandrijving. Met wat extra dingen. Er zit op een heel mooi panoramadak, een sportpakket en massagestoelen. En dan nog wat andere liflafjes. Eigen som van 142.454 euro. Hatsenflats. Voor het geld van de auto's die wij hebben meegebracht kun je dus net zo goed wel een Audi A8 of een BMW 7-serie kopen. Maar daar lever je dan wel een hoop ruimte voor in. Voorbeeldje. De Audi A8 heeft een kofferbak van 505 liter groot. In de A7 Sportback kun je met de achterbank overeind 535 liter aan spullen kwijt. En klap je die achterbank neer, dan heb je het zomaar over 1390 liter bergruimte. Ja, voor de BMW geldt een beetje hetzelfde. En hij is aan alle kanten nog groter dan die auto van jou. Een 7-serie, om te beginnen, heeft een achterbak van 515 liter groot. Dat is best wel ruim, maar deze BMW 6 GT heeft 615 liter, dus ruim 100 liter meer. En daar kan je natuurlijk ook nog eens de achterbank van neergooien. En dan hebben we het over, jawel, 1800 liter bagageruimte. Zo. Dat is niet verkeerd, hè? En hetzelfde geldt overigens ook voor de ruimte in de auto. De wielbasis van de BMW is 10 centimeter langer dan van de Audi. En de gevolgen daarvan zijn significant, hè? Ja, nou sowieso aan beenruimte geen gebrek in beide testkandidaten. Nee. Maar als je achterin gaat zitten, dan merk je dat de aflopende daklijn van de BMW eigenlijk geen effect heeft op de hoofdruimte. Ja. En dat is in de A7 wel anders. Daar zit ik met mijn 1,93 meter toch echt met gebogen hoofd. Wat ze allebei ook hebben, is een forse middentunnel. Ja. Dat betekent dat je eigenlijk niet met z'n drieën achterin kan zitten. Wat de driezits achterbank die optioneel op de A7 Sportback zit, juist zo wonderlijk maakt. Want je betaalt dus 420 euro extra voor een zitplaats die je niet kan gebruiken. Ja, dit zijn allebei natuurlijk fantastische rijmachines. Zowel de Audi als de BMW. Wat die BMW betreft, dat is een 640D. De ouderen onder ons kunnen dan misschien denken, oh, dat is een V8 met 4 liter. Die tijd ligt achter ons. Hè. We hebben het nu over een 3 liter 6 cilinder inlijnmotor. Die is goed voor 320 pk en 680 Nm. Dat zijn echt goede grote mannencijfers. Hè. Maar ik neem aan dat de 6 GT ook gewoon leverbaar is met het plug-in hybride systeem. Waarmee de 7-serie wel verkrijgbaar is. Ik wou net zeggen, BMW heeft het gewoon in de rekken liggen. Maar voor de 6 GT wordt het niet gebruikt. Dat is het mooie aan Audi tegenwoordig. Die leveren alle motoren, maar ja, alle grote motoren in ieder geval, met een hybride hulpsysteem. En dat staat de brandstofmotor bij het accelereren en het slaat stroom op bij het remmen. Ja, die BMW, wat mij betreft, hij is
vrijwel foutloos. Ik kan er bijna niks aan ontdekken waarvan ik denk van nou. Je zou kunnen zeggen, als je op de achterbank zit en hij staat in de sportstand, dan komen de korte oneffenheden wat stoot terug is binnen. Maar daar heb jij geen last van. Jij zit maar ik zit juist. Ja. Hoe is dat bij jou? Nee, goed. De Audi heeft een beetje hetzelfde wat jij net al kenschetste. Oude tijden herleven, zeg maar. Audi heeft gekozen voor een nieuwe motoraanduiding. Dus er staat 50 TDI op de kont. Kun je bij zo'n formaat auto best voorstellen dat een 5 liter V8 zou zijn, maar niets is minder waar. Je kan alleen maar aan dat getal zien of de Audi in kwestie veel of weinig vermogen biedt. Nou, in het geval van deze A7 Sportback hoef je je natuurlijk geen zorgen te maken. 286 pk, 620 Nm, een V6 dieselmotor onder de kap. Deze testauto is ook nog eens voorzien van luchtvering, dus het is hartstikke comfortabel allemaal. Maar wat jij zegt, ik moest zoeken naar foutjes of dingetjes die me niet bevielen. Ja. Dat is bij de Audi iets minder aan de orde, want ze zijn allebei comfortabel. Ja. Maar je voelt wel dat de A7 meer moeite moet doen om jou dat comfort te bezorgen. Je voelt het onderstel echt werken en dan helpt het ook niet mee dat deze auto natuurlijk met van die grote wielen is uitgevoerd. Ja, is waardoor je ook nog eens een bak bandenrumoer aan boord 21 inch, hè? Ja. Ja, dat is wel enorm. Ik zit zo naar die auto's te kijken, maar voor een vierdeurs coupé wissen heeft die BMW toch best een hoge koetslijn. Ja, dat ben ik met je eens, maar dat heeft wel voordelen. Ik heb een hoge instap, dat is fijn. Ik zit ietsje hoger, waardoor ik beter uitzicht heb op het verkeer voor me, want achter me, het zicht naar achteren is niet best. Maar het is wel zo dat deze testauto in elk geval, die heeft wel camera's, zodat je rondom de auto kan kijken. Dat werkt echt geweldig, maar ja, goed, dat is een optie. Maar laat ik bij het begin beginnen. Een 6 GT heeft altijd uitsluitend een noodstopassistent bij stadsnelheden op de auto zitten. That's it. Vervolgens kun je zo'n beetje alles krijgen wat er tegenwoordig te koop is aan actieve veiligheidssystemen. Maar daar zul je altijd voor in de optielijst moeten duiken en die dingetjes moeten aanvinken. Nou hebben ze die wel makkelijk gemaakt. Er zijn 2 pakketten. Als je die allebei aanvinkt, heb je alles. Kost je €3500. En wat krijg je dan? Nou, dan hebben we het over vermoeidheidsherkenning, over verkeersbordherkenning, over kruisend verkeer, detectie voor en achter de auto, over rijstrookassistentie en noem maar op. Het zit er dan echt allemaal op. Dat is wel heel erg indrukwekkend, moet ik zeggen. Er zijn maar 2 verschillen tussen de auto's. Ik geloof dat jouw auto ook een voorganger actief probeert te ontwijken bij een dreigende aanrijding. Ja, klopt. En de Audi heeft wat ze uitstapwaarschuwing noemen. Op het moment dat jij naar de klink gaat, op het moment dat er bijvoorbeeld een fietser achter je opduikt en je zou dat zelf niet zien, dan gaat de sfeerverlichting rood branden en ook de dode hoeksignaleringslamp in je buitenspiegel die licht fel op om te voorkomen dat je die arme fietser van zijn fiets afrost. Je kan eigenlijk aan de Audi ook niet missen dat er een hele hoop hulpsystemen op zitten, want hij draagt het nogal uit. Hè? Ja, hè? Die lamp in de spiegel is niet te missen, maar ook die enorme sensoren in de grill moet je ook voor bijbetalen. En flink ook, jij noemde een bedrag van €3500 voor 2 pakketten. Nou, daar gaat de Audi ruimschoots overheen. En dat komt eigenlijk vooral omdat ze bij Audi niet ervoor hebben gekozen om die hulpsystemen in een aantal pakketten te bundelen. Dus dan loopt de teller al gauw op. En bovendien vind ik dat de hulpsystemen in de BMW ook wat gebruiksvriendelijker zijn. Zijn ik zal een voorbeeld noemen. Ja. En je hoort het niet voor het eerst als je onze dubbeltest hebt gezien van de 5-serie Touring versus de A6 Avant. Dan hebben we het er ook al over gehad. De Audi heeft een adaptieve cruise control met verkeersbordherkenning. En ik mag wel zeggen actieve verkeersbordherkenning. Want op het moment dat hij ziet dat de maximumsnelheid verandert, past hij de cruise control daar meteen op aan. Alleen zoals dat gaat, die navigatiekaarten, daar zit toch altijd een afwijking in. Dus als jij op de snelweg rijdt en er ligt een ventweg naast, dan kan die de verkeerde snelheid pakken met alle gevolgen van dien. De BMW ziet dat allemaal ook, maar die vraagt jou eerst of de snelheid aangepast moet worden. Dat is inderdaad een stuk prettiger, dat ben ik wel met je eens. Ja, de BMW is gewoon een hele fijne auto voor wat betreft ergonomie en gebruiksgemak hoor. Alles zit waar het hoort te zitten. En dan heeft hij nog echt mooie handigheidjes die je niet zo vaak ziet. De radio bijvoorbeeld, die kun je op een hele futuristische manier harder en zachter zetten. Door gewoon in de lucht met je hand zo te bewegen gaat hij harder en zachter. Super cool, je hebt er verder niet zoveel aan, want het knopje gaat net zo snel, maar het is wel gaaf. Wat ook heel handig is, zeker bij een hatchback, die hebben van die grote hoedenplanken. En als jij dus echt veel mee wil nemen en je haalt het ding eruit, waar laat je hem? Nou, dat zal ik je vertellen. Je hebt de laadbodem in de BMW, die kan je met gasdempers geveerd omhoog doen. En dan blijft hij zo staan, dan kan je hem eronder doen. Het is een mooi vakje voor gemaakt, doe je het dingetje weer dicht en weg is de hoedenplank. Ik vind het geweldig. Ik vind het ook heel mooi hoor. Heb je al in hoogteverstelbare gordels? Nee, dat dan weer niet. Dat bedoel ik. Het zit al gewoon in de Audi. Audi heeft ook een veel moderner interieur om te zien. Bestaat voor een groot deel uit schermen. Waanzinnig. Je had het over futuristisch. Nou, dat vind ik futuristisch. Het is alleen niet zo handig. Nee. Want het zijn dus 2 schermen. De een zit
best wel laag. En als je dat wil bedienen, moet je je ogen van de weg halen. En dan komt het er dus in de praktijk op neer dat je het merendeel van die zaken die zo mooi hadden kunnen worden bediend met die schermpjes, met spraakcommando's oplost. Ja, ik moet zeggen, ik heb die druk- en draaiknop, iDrive, dat werkt dus wel geweldig, vind ik. Het werkt heel intuïtief en je kan bij een heleboel dingen toch zo'n beetje voor je kijken of een klein beetje op de scherm. En dan heb ik ook nog een head-up display, dus ik zie ook gewoon echt recht voor mijn neus allerlei gegevens. Vind top hoor. Ja goed, dat heeft de Audi dan ook en dat werkt inderdaad heel plezierig. Wat ik wel weer jammer vind, als je de achterklep opengooit, jij begon over de mogelijkheid om de hoedenplank weg te bergen. Maar jij hebt ook twee handige haakjes waarmee je de rugleuning van de achterbank neer kan klappen vanuit de bagageruit. Dat kan in de Audi dus niet. En wat in beide auto's niet kan, is je achterruit wissen. Ja. Want er zit geen achterruitenwisser op. Onwijs irritant. Wat een enorme achterruit en dan geen ruitenwisser. Aan het begin van deze video vroegen wij ons af, moet je als CEO van een groot bedrijf nou een vierdeurs coupé willen ten faveur van een limousine? En het antwoord daarop is een volmondig ja. Een Audi A7 Sportback en een BMW 6 Gran Turismo zijn voordeliger en ze zijn ruimer. Maar welke auto kies je dan uiteindelijk? Wordt het de Audi of wordt het de BMW? Als je nou de scores bij elkaar optelt van alle testonderdelen die we hebben behandeld, dan kun je eigenlijk niet om de BMW heen. Ja. Hij rijdt het prettigst, hij biedt de meeste gebruiksmogelijkheden en hij is ook het ruimst. Maar de Audi, en dat is een subjectief oordeel, maar we willen het in dit geval toch even noemen, vinden wij qua uiterlijk het meest geslaagd. En juist als captain of industry is dat een aankoopargument waar je niet makkelijk omheen kunt. Op de Nira!